De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen was gisteren zo hoog dat verschillende stembureaus langer open moesten blijven om iedereen zijn keuze te kunnen laten maken. Onder normale omstandigheden wordt er op de stemlocatie zelf geteld. Die worden hier niet nageteld. Wat wij hier wel doen is het proces verbaal dat door de stembureauvoorzitter wordt opgemaakt van de getelde stemmen. Dat wordt wel weer nagekeken en de stembiljetten worden netjes ingepakt. Die worden verzegeld en die gaan we nog 3 maanden bewaren. Nadat de stemmen bij de verschillende stembureaus geteld waren, kwam die informatie en de stembiljetten terecht in het kantoor van de gemeente Nijmegen aan het Arsenaalgas. Ik doe het voor het eerst, dus ik weet niet of dat zo is. Maar het leek mij gewoon heel leuk om het een keer te doen. We moeten wel wat voor over hebben, toch? Ik heb begrepen dat we in 2 uur niet klaar zijn dat we alles kunnen laten liggen en dat het morgen verder gegaan wordt. Dus daar hou ik iedereen aan. Maar ik denk dat het in ieder geval een hele tijd gaat duren. Ja, nou ja, goed, ik vind het, we moeten een sneltelling zien te krijgen. Die is niet snel, want dat duurt nog wel even. Dus tussen 1 en 2 zal het wel worden. En het is nu bijna 10:30. Dus voorlopig nog wel even. Echte werk komt nog. Hè. Het, bij de goede partij leggen en dan echt zetten. De processen verbaal die gaan naar de 4e etage. En alle stembiljetten en alle overige spullen die gebruikt zijn bij het stembureau, die worden hier op de 2e etage worden die hier gesorteerd, netjes opgeslagen en die gaan dan weer naar de gemeentewerf. Dan gaan we in 2 etages hoger naar de 4e etage. Daar zit een invulploeg gereed en een controleploeg gereed. En daar vindt dan de verdere verwerking van dat proces verbaal van het stembureau plaats. Hier komt de voorzitter van het stembureau aan. Die heeft dan alleen nog maar zijn proces verbaal vast. De rest van zijn spullen is hij op de 2e etage kwijt. En die meldt zich hier bij de eerste ontvangst. En hier hebben we een logistiek proces uitgezet. De ontvangst van het PV. Daarna de getalsmatige controle van het PV. Helemaal achterin zitten daar collega's. Vervolgens gaat dat PV naar dit grote blok met al die PC's. En daar vindt de invoer plaats van het PV, van het stembureau. En uiteindelijk worden die bij elkaar opgeteld en levert dat 1 uitslag voor de gemeente Nijmegen.